De Verenigde Staten van Amerika heeft een bedrag van ruim 1,6 miljoen euro van drie Surinaamse cambio's in beslag genomen. Dat meldt Star News op haar website. De inbeslagname vond plaats in Miami. De drugsbestrijdingsorganisatie DEA onderzoekt of er sprake is van witwassen van crimineel geld. De regering heeft nog niet gereageerd op deze kwestie. Wel heeft de governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trict, de cambio's schriftelijk erop gewezen dat er ongeoorloofde wisselkoersontwikkelingen op de valutamarkt plaatsvinden. De moederbank heeft daarom een minimum- en maximumkoers vastgesteld voor de US-dollar transactieverkeer.